En dan nu? Wij denken dat het over en weer verwijten maken van burgers naar de politiek en van politiek naar burgers geen bijdrage levert aan de democratie. Het is beter om wegen te zoeken die helpen om met elkaar te bouwen aan vertrouwen. Hallo kijkers, het Vrijheidsmuseum in Nijmegen gaat door. Het hoeft helemaal geen 30 miljoen te kosten. De omliggende musea hoeven niet leeggeroofd te worden. En het culturele kwartier rondom de Vaassum krijgt eindelijk handen en voeten. Ik heb de suggestie 2 jaar geleden al gedaan op de eerste discussieavond over het Oorlogsmuseum. En we kunnen daar nu even naar gaan kijken. Het Oorlogsmuseum komt in het CP Kelco gebouw. Men heeft ingezien dat er door de gemeente een verkeerd advies is gegeven en een verkeerde keuze gemaakt is voor de Vaassum. In de samenwerking met de gemeente is na een gedegen haalbaarheidsonderzoek gebleken dat het voormalige CP Kelco-complex een veel betere optie is. Het is een AAA-locatie voor deze bestemming, aldus de voorzitter. En we hadden toch eigenlijk niet zoveel geld als dat er geroepen was. We kopen de terreinen op en starten direct de verbouwing in 2013. De daken zijn al redelijk gecamoufleerd door de mosbegroeiing en de bomen, waarmee ook een aanzienlijke investering voor dakisolatie overbodig is geworden. De watertoren van de Nijma, in de volksmond de toren die alles zag, wordt net als in de Tweede Wereldoorlog een uitkijkpost. Vanaf de Waaloevers is de waterattractie makkelijker te ontwikkelen om de oversteek levensecht mee te kunnen maken. De re-enactment groepen kunnen aan deze kant en aan de andere kant hun stellingen beter innemen. Vliegtuigen, tanks en ander militair materieel kan makkelijk op de binnenplaats gezet worden. Daar is de beveiliging ook overzichtelijker. De ondernemers van de Vaassum hebben alle medewerking bij de aanstaande verbouwingen toegezegd. Ook zij zijn blij met deze beslissing. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. De data die ik noem, die zijn al verstreken, maar met een beetje goede wil kan het binnen nu en 2 jaar gerealiseerd zijn.